Café Broers aan de Pastoor Jacobstraat in Sint-Hubert bestaat ondertussen alweer 3 jaar. Kroegbazen Piet en Kees van Strijp organiseerden daarom een jubileumweekend eind augustus om dit 3-jarig bestaan uitgebreid te vieren samen met alle klanten en overige belangstellenden. Ook de camera van Omroep Land van Kuik nam een kijkje in dit jubileumweekend. Nou, goedemiddag, 3-jarig bestaanfeest vandaag. Ja, heel het weekend, 3 dagen brei. Ja, gisteren de eerste dag erop zit, die was heel gezellig. Nou, vandaag dag 2 en morgen nog een dagje. Is het druk geweest gisteren? Ja, iets over de 300 man stond er voor op de straat. Dus ja, was geslaagde avond, eerste avond. Ja. Oké, netjes. Maar 3 jaar geleden zijn jullie hier begonnen. Jullie hebben hier het Sint-Hubert Café dus overgenomen. Kun je er iets van vertellen? Want de start was misschien een beetje lastig? Of? Wij zaten hier voorheen ook altijd bij de oude eigenaar en die ging stoppen. En toen was de vraag, is er niks voor jullie? Ja, even zitten twijfelen. Toen, ik was wel meteen overstag. Mijn broer die twijfelde nog, maar die is uiteindelijk ook meegedaan. En ja, zo zijn we begonnen en toen zijn we gestart. En heel snel kwam de corona natuurlijk. Ja, dat was een mindere periode. 9-2 jaar helemaal dicht? Bijna helemaal dicht. We hebben wel wat buiten kunnen doen en af en toe een keer mochten we binnen los. Toen hebben we de zaal verbouwd en nou, daar wilden we eigenlijk een soort binnentuin van maken, dat de mensen op een zittende manier toch een feestje konden hebben. Ja, die hebben we verbouwd en de eerste 3 weken zijn we open geweest en toen moesten we weer dicht. Dus ja, dat was wel een domper. Maar we hebben ook wel hele leuke feestjes gehad buiten op de parkeerplaats. Tijdens de corona. Okay. Dus ja, het kon wel. Toen het nog net mocht. Ja, hij moest wel zitten en ja, dat gebeurde echt niet altijd. Maar we probeerden het zo goed mogelijk en dat is goed uitgepakt. Maar jullie komen alle 2 uit de mail? Wij zijn allebei mails, ja. En de mail was er niks over te nemen? Ja, wij zaten eigenlijk. Ja, de vriendengroep zit hier. Ik zit hier bij de voetbalclub en wij zaten altijd hier in de kroeg. Dus zodoende zijn we in Stubel terechtgekomen. Okay. Maar hadden we al eerder horeca ervaring dan? Ik heb op mijn 16e ben ik bij de Breienburg begonnen in Ledakker. Ik heb 8 jaar op Mallorca gewerkt. Oké. Okay, ja. Mijn broer die heeft ook in Sint-Tunis gewerkt bij Friends. En ook op Mallorca. En die is festivalfotograaf. Dus die heeft ook wel het nodige feestje meegemaakt. Ja. Ik heb begrepen dat jullie dus een flinke verbouwing hebben gehad. Wat is er eigenlijk allemaal vernieuwd of aangebouwd? We hebben eerst zelf alleen de kroeg aangepakt, de nieuwe uitstraling gegeven, niks heel groots. Daarna hebben we de zaal helemaal verbouwd, ook helemaal nieuwe uitstraling, nieuwe stroomplan. En groter geworden nog? Nee, niet groter geworden helaas. Nee. Ja, die is ook groot zat toch. En daarna hebben we de wc's verbouwd. We hadden maar 1 dames wc. En ja, bij ons zitten regelmatig 300-400 man binnen. Ja, dan is 1 wc wel weinig. Ja, ja. Dus die hebben we afgelopen jaar tijdens corona in januari mee begonnen. Wij dachten, we zijn toch dicht. Dus we kunnen makkelijk verbouwen, want we hoeven toch niet open. Ja, toen zijn we begonnen met verbouwen en 3 weken later mocht de kroeg opeens los. Dus ja, dat was niet helemaal tactisch. Maar we zijn blij dat die dat verbouwd is, want het is super mooi geworden. En iedereen kan voor het naar de wc zonder heel lang in de rij te staan. Voorlopig klaar met de verbouwing? Voorlopig wel. Ja, wat is in de planning? Het is een heel oud plan, dus er moet nog zat gebeuren, maar alles op zijn tijd gelukkig. Ja. Kan niet allemaal tegelijk. Is het ook een beetje leeftijd gebonden? Is het alleen maar voor de jeugd of heb je ook iets voor de ouderen? Nee, wij proberen eigenlijk, ik zei altijd, we zijn een beetje een dorpscafé. En we proberen 2 keer in de maand iets voor de jeugd te organiseren. Maar het is wel vooral de jeugd die we trekken. Maar we hebben vrijdag zitten ook biljarters binnen. Die zijn in de vak tussen de. Ja, zal de jongste ergens rond de 40 zijn en de oudste zit bij de 60 ergens overheen. Ja, zo, ja. Dus echt heel variërend publiek daar wel binnen. En zeker op de vrijdagen. Komt van heinde en ver ook, heb ik begrepen. Zeker in de coronatijd kwam het echt van heel ver. Toen Graven, Uden, Kuik, daar kwam het vandaan. En gisteren waren er mensen uit Deurne kwamen er langs en het komt overal wel een beetje vandaan. Ja, het is vooral hier in de regio natuurlijk, maar af en toe heb je wel een uitschietertje erbij zitten. En het is een gewoon café eigenlijk.
Maar kunnen hier ook feesten organiseren? Of, ja, we hebben cafés. Ja, in het café hebben we gewoon een café. En dan proberen we dan 1-2 keer in de maand iets te doen. En dan hebben we zelf nog een zaal waar 500 man binnen kan. En daar doen we feesten en partijen. Dus bruiloften, verjaardagen, dat soort dergelijke. Ja.